Lege vrachtwagens, lege zalen, geen inspiratie, lege harten. Dat is niet goed. En daar moeten we wat aan doen. En deze twee mensen bij mij aan tafel, Hein Muller, Corien Muller-Bauer, hartelijk welkom. Jullie zijn daar wat aan het doen. Vertel, jullie zijn een heel actieplan begonnen. Ja. Wat is jullie actie? Nou, onze actie is om mensen die AOW krijgen en hun vakantiegeld hebben gekregen, om ze aan te moedigen om dat te storten aan de cultuur, te geven aan de cultuur. Doe mee met je AOW. Nadrukkelijk zeggen we steeds iedere keer, het gaat om die mensen die dat echt kunnen missen. Ja. En dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die het hard nodig hebben. Die vragen we dat niet, maar we vragen het wel aan de groep mensen die het wel kan missen. En waarom doet u dat? Mocht ik zeggen. Ja, zeker. Nou, eigenlijk vinden wij zijn in de gelukkige omstand, wij zijn ouderen, hè, de risicogroep, maar wij zijn gezond. En er zijn er eigenlijk velen van ons die gezond zijn. En wij vinden dat de jongere mensen eigenlijk hun nek uitsteken, risico's lopen, failliet gaan, geen inkomen hebben. En wij krijgen ons pensioen. Dus eigenlijk vinden we dat de jongeren voor ons de kooltjes uit het vuur halen. Ja. En dus er was ook eigenlijk wel een gedachte, wij willen iets terug doen. Ja, want jullie zijn verzekerd van dat inkomen. Ja, ja. Wij krijgen ons pensioen. En de jonge mensen. En de jonge mensen niet. En de cultuursector spreekt ons erg aan. Want hebben jullie ook een achtergrond in de cultuursector? Nee. Nee, wij zijn gewoon eenvoudige liefhebbers. Geneeskunst, nou ja, dat is heel artistiek en heel belangrijk. Ja. Maar inderdaad, nee, maar wel liefhebbers. Liefhebbers, ja. Wij gaan graag naar voorstellingen. En los daarvan vinden we dat cultuur erg belangrijk is, ook voor de oudere mens, om gezond ouder te worden. Omdat, maar hoe dan? Hoe dan? Nou, dat zal ik je uitleggen. Het is zo dat door cultuur blijven we in beweging, ook geestelijk en ook emotioneel. En het is heel belangrijk voor ouderen om in beweging te blijven, om gezond te eten, om contacten te onderhouden, maar ook om je geest en je emoties in beweging te houden. En vrij te blijven dat denken. Gaat via cultuur. Ja. En cultuur is overal. Hè? Hey, en hoe zijn jullie dit gestart dan? Want ik neem aan, je drinkt een kopje koffie en je denkt, we gaan wat doen. Maar ondertussen begrijp ik, wat zei ik nou, 940.000 euro in de pot? Ja, ik hoop dat we dit weekend of vlak daarna het miljoen halen. En dan gaat de minister er nog een miljoen bij doen. En de actie loopt tot 20 juni. Ja. Dus we hopen op meer. Maar hoe zijn jullie van de koffie tot de minister gekomen die het verdubbelt? Ja. Corien werkte in de tuin en die heeft het idee ontwikkeld. Van, hey, zullen we dat niet met het vakantiegeld iets mee doen? We kunnen toch nergens heen. En aan de keukentafel hebben we de slogan bedacht. Ja. Doe mee met je AOW. En toen hebben we via contact gekregen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja. En met Gijs Scholt van Aschat, onze ambassadeur. En het grappige is dat in de missie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, vlak na de oorlog, het was voor de oorlog opgericht voor oorlogstuig, voor Prins Bernhard. Dat was in 1946 niet meer nodig. En de missie van het Cultuurfonds is eigenlijk door cultuur de weerbaarheid van de burgers te vergroten. De geestelijke weerbaarheid. Ja. Nou, voilà. Dat sluit toch prachtig aan. Ik ga nog even hardop. we preken voor eigen parochie, dat begrijpen we allemaal. Ja. Maar goed, en die hebben ons echt geweldig geholpen. En die waren direct enthousiast. Gijs Scholte van Aschat was direct enthousiast. En die hebben ons waanzinnig ondersteund. En toen zijn er nog een heleboel ondertekenaars gekomen, een stuk of 90. En nu zitten we op 5000 donoren. Ja, en wij houden heel goed in de gaten dat het geld goed terechtkomt. Dat gebeurt ook. Daar kan je bij Prins Bernhard Cultuurfonds ook staat op maken. En 100% gaat ook door. Hè. Zij zijn bereid geweest om de aanloopkosten zelf. Nou jongens, wat een geweldig initiatief. Goed, wat een fantastische uitzending. Ik vind het helemaal te gek. Stel nou dat er mensen zitten te kijken en die denken, nou, ik heb nog wat over. Waar kan dat geld heen? Nou, dan ga je naar de website www.doemeemetjeaow.nl. Of je gaat naar de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja. En daar vind je ofwel Ideal-knop, ofwel het banknummer. En dan kan je nog kiezen. Want je kan kiezen tussen drie sectoren. Beeldende kunst, muziek. Of theater. Een theater is dan film en alle producties op een toneel, zou ik maar zeggen. Dus je kan ook nog, en de verhouding zoals die nu ligt, is 40% muziek, 40% theater
en 20% beeldende kunst. Dus ja. Er is ook iets wat je ook in de gewone maatschappij ook wel terugvindt. Representatief. Ja. Dus, wat onwijs gek. En wat... laten we niet vergeten, ook mensen die geen AOW krijgen, mogen uiteraard doneren, hoor. Je mag allemaal doneren, lieve mensen. Ja. Ja. Zouden jullie handtekening willen zetten? Namens hoeveel mensen komen jullie tekenen? Nou ja, dus nu, ik denk namens 5000 mensen. Want... Alsjeblieft, ja. Fantastisch. Helemaal te gek. En we hopen natuurlijk namens veel meer. Ik hoop met jullie. Ik hoop dat je voor het eind van deze dag al die 20 of 3 miljoen aantikt. Ja. En wie weet, de minister maar flink dokken. Helemaal. Hartelijk dank voor jullie komst. Te gek. Ja, oké. Dankjewel hoor. Dankjewel. We zetten ze erbij. 5000. We zetten maar één keer ons handtekening. We gaan even kijken wat de tussenstand dan is. Zit hij er al bij, die 5000? 586.761. Kijk, dan komt er ineens lekker veel in één keer bij. En er is steeds minder plek op die muur. Dat ziet er goed uit. Dankjewel.